We gaan de lichten uitdoen en de sterren aan. Ja, natuurlijk, eigenlijk de sterren staan altijd aan. Maar we gaan de sterren weer terugbrengen in ons stadsbeeld. Kunstenaar Daan Rozengaarde is er klaar voor om de sleutelstad op 25 september in het donker te zetten. Tijdens Seeing Stars Leiden doen inwoners en de gemeente het licht uit om de sterrenhemel beter tot hun recht te laten komen. Nou, we leven in een wereld die soms zo bang of boos over de toekomst is. En we voelen ons zo niet verbonden met onszelf, om de wereld om elkaar heen. En ik denk, kijken naar de sterren zorgt ervoor dat je je weer verbonden voelt. Met jezelf, met het heelal, met elkaar. En een stukje nieuwsgierigheid. En het is er al, maar we zijn het kwijtgeraakt. Doordat we op een lompe manier met licht zijn omgegaan. En in die zin, als je door puur gewoon even op een bepaald moment de lichten uit te doen. En goed met de gemeente, de veiligheid te regelen, allemaal dat soort dingen. Wat je ervoor terugkrijgt is echt waanzinnig. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Oude Sterrenwacht werd de datum voor het project bekendgemaakt. Bezitters van de nieuwsgierigheidskalender van Leiden 2022 hadden het al kunnen weten. Ja, als je even goed had gekeken, dan had je 25 september vallende ster gezien. En ook best bijzonder, 26 september, de dag van Jan de Oort. De beroemde Leidse sterrenkundige die hierachter in de sterrenwacht werkte. En overigens is 25 september niet geheel toevallig ook het begin van de European Space Week. Die we in samenwerking met de Space Campus in Noordwijk gaan organiseren. Leiden en Partners directeur Martijn Bulthuis legt uit waarom het kunstproject juist nu naar Leiden komt. We zijn European City of Science dit jaar. We zien dit echt als een project wat nieuwsgierigheid oproept. Wat betekent kunstlicht voor ons? Wat betekent die sterrenhemel en hoe verhouden wij ons daartoe? Het geeft aanleiding om allerlei vragen vooraf al te stellen op scholen aan inwoners van Leiden. En vanuit heel Nederland wat ons betreft. Dus het is een project waar we wat laagjes aan gaan toevoegen. Die verwondering, die saamhorigheid, vanuit je eigen voortuintje straks de sterren gaan bekijken. Maar tegelijkertijd proberen we daar een heel programma van kunst, cultuur en wetenschap omheen te zetten in het jaar dat we European City of Science zijn. Je gaat anders kijken. We liepen gisteren rond met wethouders en de comité. En die gingen gewoon anders kijken naar hun eigen stad. Hey, wat raar, al die lantaarn, waarom staan die eigenlijk aan midden in de nacht? We hebben steden zoals Sydney, Stockholm, Venetië, die ook heel erg geïnteresseerd zijn. Dus die gaan ook naar Leiden komen om te kijken. Dus ik hoop dat over 10, 15 jaar, weet je wel, gewoon Seeing Stars wereldwijd hebben. Als een soort nieuwe Earth Hour. Maar goed, het begon in Leiden. Ja.